De prijzen aan de pomp worden bepaald door de wereldmarktprijs voor brandstof en de prijs voor dollars. Minister Ahmed Achaibashing van Financiën en Planning zegt dat de regering de brandstofprijs heeft vastgesteld op een dollarprijs van 14 SRD en 29 cent. Echter kan de regering geen dollars ter beschikking stellen voor de brandstofimporteurs op basis van 14 SRD en 29 cent per dollar. Achaibashing zegt dat de brandstofimporteurs daarom zijn aangewezen op de parallelmarkt. Dat betekent dat zij, om de brandstofvoorziening in Suriname te kunnen garanderen, wij toegestaan hebben dat zij dollars kunnen inkopen tegen, ik noem maar wat, 17 of 17 zoveel. Maar dat verschil betaal ik uit de government take. Als wij die brandstofimporteurs zouden vrijlaten, nee, laat me het correct zeggen. Wanneer wij de brandstofprijs zouden bepalen op basis van de parallele koers, dan zou die brandstofprijs, 1 liter brandstof, tussen 1,30 en 1,50 omhoog gaan. Dus, dames en heren, dat doen wij niet. Ik geef meer dan die 1 SRD terug aan de gemeenschap. U kunt rustig concluderen dat ik voor dat bedrag een liter brandstof subsidieer. Ook de wereldmarktprijs voor brandstof is verhoogd. En dat is volgens de bewindsman het effect dat we hier in Suriname merken op de benzineprijzen. De regering kan hier geen invloed op uitoefenen. En daarom is de prijs van brandstof volgens mij de laatste keer met een dubbeltje of 20 centen omhoog gegaan. Dat heeft alles te maken en slechts te maken met de wereldmarktprijs van brandstof. Ik wil dat u begrijpt dat die government take meer dan 1 SRD teruggegeven wordt aan de gemeenschap. Door vast te houden aan het bepalen van die brandstofprijs op basis van 14,29. En met de maatregelen die wij aan het nemen zijn om die koers te beheersen, sterker nog naar beneden bij te brengen, zal die subsidie ook successieflijk afnemen. Minister Ahmed Achaibashing van Financiën en Planning. Hij sprak gisteren in de congreshal tijdens een regeringspersconferentie.